Dit is duidelijk een plek waar korte tijd is gebivakkeerd. Er liggen nog medicijnen, kleding, plastic afval en zelfs officiële documenten. Kijk hoor, asielaanvraag in het Engels. Het gaat met name om Albanese die in vrachtwagens proberen te komen, die met de veerboot naar Engeland gaan. In afwachting van het juiste moment verschuilen ze zich in bossen en in de bunkers. In principe is dit qua dichtbijzijn de best beschutte plek waar ze kunnen zitten. Voor de rest bij de boot is het allemaal bewoonde wereld. De gebiedscommissie van Hoek van Holland hoort steeds vaker over wildslapers. Inwoners storen zich hieraan. Er wordt heel veel aan gedaan, maar desalniettemin geeft het wel overlast. Want er moet in kaart gebracht worden om wat voor overlast gaat het, welke getallen. Ja, ook. En wat kan je eraan doen? Want als het Albanese zijn, die mogen gewoon in Nederland zijn. Dus je kunt ze hier aanhouden, maar je kunt ze niet oppakken omdat ze niks fout te doen. Want je mag hier gewoon komen. Ja, maar in de buitenlucht mag je volgens mij niet slapen. Nee, dat niet. Maar dat is ook heel moeilijk om dat te controleren. We hebben natuurlijk na 11 uur hier geen politie meer. De MOCC is heel druk bezig met de illegalen te proberen te pakken te krijgen op de boot. We hebben af en toe politie die boven Hoek van Holland vliegt met de helikopter. Dus men is er wel mee bezig, maar het is heel moeilijk om daar vat op te krijgen. Burgemeester Abu Taleb heeft aangegeven zich persoonlijk in te zetten voor het probleem. Dit najaar reist hij af naar Albanië om Albanese te ontmoedigen om naar ons land te komen. In de tussentijd vraagt Ineke Vos om meer toezicht en handhaving. Mijn idee is van pak het nu aan nu het nog te hanteren is. Dan kun je ook goede maatregelen nemen en laat het niet uit de hand lopen.